Hallo kijkers, Fotorijmers 93 en welkom weer terug bij Jan Frank van Assassin's Creed 3. Yeah! Jongens, vandaag gaan wij weer verder met het verhaal van Connor. En ja, we gaan vandaag weer met Aquila op stap. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst verder werken met het met de encyclopedie van de gewone man. Zoals jullie horen ben ik nog steeds een beetje verkouden, jongens. Dus neem me niet kwalijk. Oké, in ieder geval, jongens, wij gaan vandaag weer verder met de encyclopedie van de gewone man. En tenminste, ik hoop dat we verder kunnen, want zover ik zie is deze gozer niet thuis. Oké, nou, deze gozer is niet thuis. Dus dat scheelt al ons één gozer. Even kijken of die andere gozers thuis zijn. Maar dat is natuurlijk avond. Of eigenlijk nacht. Dus de mensen die niet 's nachts werken, ja, die kunnen we vandaag niet scannen. En waarschijnlijk werken deze mensen niet 's nachts. Dus kunnen we ze niet scannen. Maar de jagers bijvoorbeeld, of de boer, die moeten wel 's nachts werken. Tenminste, de jagers sowieso, maar de boer weet niet zeker of die 's nachts werkt. Het zou best wel eens kunnen dat die 's nachts werkt. Want hij moet natuurlijk ook veel dingen doen op de boerderij. Nou, gelukkig weet ik nu ondertussen waar we helemaal langs moeten. Om naar de boerderij te komen. Dus ja, we zullen zien of die nog buiten staat. Zo niet. Dan hoop ik dat de jagers er buiten is. Anders was dit wel heel snel. Was dit wel een hele snelle, nutteloze rondje. In het midden van de nacht. Of in de avond. Het lijkt mij meer als avond dan nacht. Nou ja, in ieder geval, waar is de jagers ook alweer? Die is die kant op. Die boerder is niet thuis. Of ja, die is wel thuis. Misschien ligt hij te slapen. Hé, hey, kippetjes. Nou, we kunnen even een kippetje wat te even geven. Oh, ik dacht dat we wat te eten konden geven. Oké, dan niet. Oké, we moeten deze kant op. En dan gaan we gewoon verder op weg naar de jagster. En de jagster die jaagt hopelijk wel 's nachts. Want wat doet een jaagster? Een jaagster jaagt. En dieren komen vooral 's nachts tevoorschijn. Dus dat is een ideale tijd om te gaan jagen. Dus hopelijk is ze wel iets aan het doen. Bijvoorbeeld aan het jagen. Maar of ze dat echt aan het doen is, dat zullen we zien. Want dat weet ik niet. Misschien dat ze wel ligt te slapen. Dat zou best wel eens kunnen. Volgens mij ligt ze niet te slapen, maar ik zie haar ook niet. Nou ja, het is donker daar. Dus we hebben vandaag even een nutteloze ronde gedaan van het verder gaan met het encyclopedie van de gewone man. Dus dan weten we vanaf nu dat we niet achter die mensen aan hoeven te gaan als het avond is. Maar wat we wel in de avond kunnen doen is gaan varen met de Aquila. Dus we gaan varen met de Aquila. Gozer, waar gaan we vandaag naartoe? Want de vorige keer gingen we namelijk naar een spookschip. En waar we vandaag naartoe gaan, dat weet ik niet. Zullen we zien. Wij gaan vandaag, denk ik, de achtervolging doen. Want die staat vanaf boven naar beneden werkend. Het eerste op. Dus we gaan de achtervolging doen. Onderzoek de ongeregeldheden aan de kust van Martha's Vineyard. Wil je deze missie starten? Ja, zeker. Dan gaan we dus weer terug naar Martha's Vineyard. Waar we een aantal afleveringen geleden ook waren. En eigenlijk toen we voor het eerst boot de Aquila mochten bevaren. Hopelijk mogen we nu ook sturen. Want het is echt vet. Om de Aquila ook te bevaren. Oostkust 1773. Ja hoor, we mogen de Aquila weer bevaren. Even a pretty sunrise is a bad omen to you, Mr. Faulkner. Where are these raiders? By guessing by God, an easterly course toward the coast. Miss Mandy reports of some British boats gathering somewhere in these rocks, threatening the vineyard. Oké. Nou, dan kunnen ze echt wel makkelijk uit. Ik zie volgens mij de boot al. En die is echt niet goed verstopt. Tenminste. Onderzoek Britse activiteiten.
Oh god. Dan moeten we dat ding escorten. Oké, kom op. Oh god. Oh ja, we hebben natuurlijk die ram. Oké, die moet geschoten worden. Oké, maar het is heel leuk dat we daar hun haar moeten beschermen. Maar ik wil deze boot graag ook nog heel houden. Maar die ram, die is echt geweldig. We gingen dus blijkbaar rammen. Dat is handig. Want we hebben jongens, ik weet niet of jullie de aflevering van gisteren hebben gekeken. Maar als je de aflevering van gisteren hebt gekeken, weet je dat we deze boot, de Aquila, hebben geüpgraded. Dus ja. En we kunnen nu rammen. Oké. Okay. Schieten, ja. Mooi, die is er ook aan. Oké. Okay. Ik vraag me trouwens af, hè. Hoeveel zal een kogel kosten? Zo'n kanonskogel. Misschien een hele rare vraag om nu te vragen. Maar hoeveel zal het kosten? Op zich best wel interessant. Want we schieten wel een heleboel af. Ja, die had ik al gezien op de minimap. Oké, dat was er één. Ze gaat er wel flink aan trouwens. Ze zit op de helft. Dus ik hoop niet dat het te veel zijn. Hey gozer! Zo'n klein bootje en volledige lading erop los. Deze boot heeft trouwens nog geen ene damage. Daar moet op gevuurd worden. Goed, die is kapot. Er komen nog een paar aan. Die is ook kapot. En die andere kan ik niet bij, want daar staat het schip voor. Kom op. Die is jammer. Kom op. Oké, beperkte schade tot 50%. Dat is niet gelukt. Maar we hebben hem wel beveiligd. Ja, ik ga er ook achteraan. En we moeten haar begeleiden naar de vineyard. Dus dat is helemaal geen enkel probleem. Oké, waar zijn... Mijnen! Zo denk ik. Ja, dat had ik al verzonnen. Gozer. Maar wel goed dat je dat even zegt. Maar ik dacht dat hij bedoelde dat er meer van die gozers kwamen. Maar ik had niet mijnen verwacht. Waarom plaatsen ze mijnen überhaupt? Gozer, je mag mee. Maar we gaan eerst even als voorzeil even alles uitschakelen. Daar is wat. Die is kapot. Oh god. We moeten niet op de rotsen gaan varen. Even kijken. Oké, dat ontploft mooi. Oké. Wil je het zo hebben? Dan gaan we het zo hebben. Ja, die is goed ontploft. Oké, stop. Want er staan hier een paar boten. Die we eerst even leuk gaan afknallen. Die mijn gaat er ook even aan. Het is net vuurwerk hier. Dat vuurwerk moet ook even eraan. Zo, dat was dat vuurwerk. Volgt die ons? Die volgt ons. Mooi. Daar kunnen we niet bij komen. Vanaf dit punt. Maar... Vanaf hier wel. Hoppakee. Ja, dus stop. Oh god. Dat was het klif. Ik moet echt opletten met waar ik vaar. Ik wil even die mijnen schieten. Dan hebben we die originele doel opgehaald. Kijk eens aan. En ondertussen even al die andere mijnen uitschakelen. Hier staan nog een paar. Het schip
volgens dit ding heeft het schip helemaal geen damage. Dus dat is mooi. Oké, volle vaart vooruit. En ja. Nou, ik weet niet waar je allemaal dingen ziet, maar voor wat ik zie, is het op zich nog best wel rustig. Dus ja, volg je ons schip? Zij neemt die andere kant. Ja, zij. Ja, zij. Een schip is een zij. Oké, gaan we hem weer beschermen? Oh god. Meer. Die is kapot. Die is kapot. Er is er nog één. Hoppakee. Een verlaten fort. Gaan we het fort overnemen dan? Het andere schip dat gaat daar wat varen. Oh god, we moeten trouwens wel opletten, want ik wil niet op een klif gaan varen. Ik zie wel lichtjes. Ik zie daar lichtjes. Ik weet niet wat het betekent. Maar lichtjes zijn meestal goed. Dus we gaan naar de lichtjes toe. En daar moeten we ook naartoe. Ja, fort. Dat zei je net ook al. Maar gaan we dan dat fort overnemen of wat gaan we met het fort doen? Want op dit moment knallen we goed. Oh god, we worden echt enorm goed. Kan je duiken? Nee, vooral niet stoppen. Door. Dekking zoeken. Ze komen met een hele lading aanzetten. Die boot moet trouwens even neer. Oké, en hoe gaan we die boten uitschakelen? Kan dat op die manier? Oh god. Duiken en ondertussen ontwijken. Nou, ik weet niet hoe we dat dan gaan aanpakken. Maar gewoon beschieten. Dat knalt wel goed. Hoppakee. Draaikorrels zijn niet effectief tegen forten. Dus het moet zo. Mooi, dat was er één. We gaan het fort niet overnemen. We gaan het fort echt heel goed vernietigen. Oh god. Duiken. Precies als ik duik, dan zijn ze er al. Vuren. Oké, en ondertussen duiken! Ja, blijf wel duiken, jongens. Want we gaan er echt heel goed aan op dit manier. Oké, ondertussen kunnen we een beetje met draaikanonnen wat afschieten. Maar dat duiken was eigenlijk nog veel te vroeg. Nu pas, duiken. Ja, duiken. Blijf gedoken. Ja, dat mag op zich ook wel. Schieten. Dat waren ze. De wind beïnvloedt. Vaar niet tegen de wind in. Helemaal geen probleem. Maar Fort Phoenix is kapot. Of Phoenix. That is the problem. What reason would the English have to threaten Martha's Vineyard? It has no strategic value and its people remain peaceful. I fear an influence of a different kind saw to this. Templars. But what they intend, I do not know. Your orders? I need time to piece things together. We set a course for home. Aye, aye. Oké. Was wel vet trouwens om dat fort te vernietigen. De achtervolging. Niet volledig gesynchroniseerd.
Want we hebben twee dingen qua schade niet kunnen voltooid. Ja, schade, dat krijgen we sowieso. Want dus rennen we hier rond in oneindigheid. Wat eigenlijk heel leuk is. We zitten trouwens op de tijd, zie ik. Dus, ja. In ieder geval, jongens, we zitten op de tijd. Dus ik ga tegen jullie zeggen, kijk zo even duimpje omhoog. Help je mij mee, help je kanaal mee. Wanneer jullie nog niet zijn geabonneerd. De volgende keer gaan wij weer op weg met de Aquila. Weer een leuk dagje varen. En verder weet ik niet wat we gaan doen. Maar dat zien jullie morgen wel. Want voor nu ga ik zeggen, doei!